Hey YouTube, tof dat je kijkt naar een nieuwe review hier bij Thomas Open. Met deze keer wat lokaal gebrouwen Imperial Pastry Stout met een internationaal randje. We hebben het hier over Rocking Ludina's Hazelnut Dome. En Rocking Ludina komt uit Groningen. En het internationale randje is, het is een collaboration met Spartacus uit Brazilië. En voor zover ik weet is het bier dus inderdaad gebrouwen bij Rocking Ludina. Want dat is, ja, zij staan Rocking Ludina in collaboration met Spartacus. Meestal is de eerste brouwerij die genoemd wordt, is de hoofdbrouwer. En een van de leuke dingen is dat dit bier dus bij Beer Dome verkrijgbaar was op Crowler. Even voor de duidelijkheid trouwens, dit is niet gesponsord of zo of wat dan ook. Ik heb bier gewoon zelf gekocht, maar ik vond het wel heel erg leuk. Want we hebben dus tegenwoordig in Nederland steeds meer die Crowlers zien. Bieren worden vanaf de tap afgevuld op, in een crowler systeem, afgevuld op blikken. Die zijn dan wat minder lang houdbaar. Een bier als dit is zo'n 3 weken houdbaar, met een stout misschien iets langer. En we zitten dan net op die 3 weken, dus ik ga hem ook echt even nu proberen. En het is een Imperial Pastry Stout met geroosterde hazelnoot, maple syrup en lactose. En hij is, even uit mijn hoofd, staat er al op 12%. Hazelnut Dome. Wat een naam alleen al. Wat betreft de etiket is gewoon eigenlijk heel basic. Het is niet een heel bijzonder spannend etiket of zo, maar het ziet er gewoon heel leuk uit. Ja, dus de crowlers zijn echt in Nederland wel een dingetje aan het worden. En dat merk je de laatste tijd steeds meer. Dat brouwerijen die bijvoorbeeld, ik noem maar even, volgens mij was het Frontaal. Die hebben dus een crowler systeem en dat is dus hartstikke leuk, want die hebben ook een eigen brewpub. En daar hebben ze bieren die alleen daar te krijgen zijn. Hoe ga je dat verkopen in een tijd van lockdown? Fantastisch, op zo'n crowler systeem kunnen we het verkopen. Hetzelfde geldt voor heel veel cafés die dat een beetje gaan doen zijn in collaboration met bedrijven die dus een crowler systeem hebben. Beer Dome heeft dus zo'n crowler systeem. Dus als je dan ooit eens een keer denkt, hey goh, ga naar hun webshop en dan zie je wel crowlers. Bieren die dus normaal gesproken eigenlijk alleen op tap te krijgen zijn, nu dus op deze manier verkocht kunnen worden. Nou, hartstikke leuk. Local brew, altijd mooi. Hashtag support your locals. Ik ben in een zoete bui, dus ik had zoiets van, ik heb zin in een pastry stout. Soms heb ik dat. Soms heb zelfs ik zin in gewoon een pastry stout. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb wat interessante dingen gehoord over dit bier. Reviews die alle kanten wel een beetje opgaan. Dat is natuurlijk altijd leuk. Zo, die zit goed vol zeg. Die zit echt chockvol. Oh my god. Dat is ook wel goed dat ik hem heel voorzichtig open. Ik ben gewoon super benieuwd. We gaan hem inschenken. Ik verwacht niet heel veel op het moment nog aan carbonatie koolzuur. Het bier schenkt ontzettend donkerbruin uit. Echt heel erg donkerbruin. Maar zoals je hem in het glas ziet, is het eigenlijk gewoon gitzwart. Als je dat zo ziet. Weet je, bijna geen schuimkraag. Had ik ook niet verwacht trouwens hoor. Ik hoop ook niet dat het bier geoxideerd is. Ik ben er heel eerlijk in. Als het bier geoxideerd is, ga ik hem ook geen rating geven. Want dan ligt het gewoon aan het feit dat hij misschien net over die datum heen is. Want dat is met een crowler. Er zijn systemen dus dat je dus het via, ik weet niet wat het is, pers je zeg maar de CO2 eruit. Zuurstof eruit, zodat er geen zuurstof in het blik zit zodra het bier erin gaat en dat het dan snel afgetapt gesield wordt. Maar je hebt altijd dat wat meer dan wanneer je echt een canning line hebt. Dat je dus gewoon zo'n rij hebt en blikken die dan afgevuld worden. Dus we gaan er niet vanuit, maar het bier ziet er gewoon uit als een Imperial Pastry Stout. We gaan eens even kijken wat hij doet in de neus. Nou, ten eerste geen oxidatie, ten tweede, hallo. Het bier heeft, ten eerste moet ik dit even kwijt. Er zit nog steeds een heel mooi niveau aan geroosterde bitterheid aan. Het is niet puur en alleen dat je denkt, pastry, zoet, lactose, maple syrup. Absoluut heeft hij een hele zoete rand hoor. Daar ontkom je niet aan. En heel veel geroosterde hazelnoot. Dat geeft waarschijnlijk ook een mooi roasty toasty toon mee. Hij heeft echt wel een beetje dat Nutella randje. Zonder dat hij meteen te overdreven zoet is in de neus. Maar voordat je dan denkt, oh, dus het valt heel erg mee. Nee, hij is zoet hoor. Hij is echt zoet. Maar hij wordt mooi gecompenseerd met nog steeds geroosterde malten. En dat geroosterde van die hazelnoot. Dat geeft hem net even wat extra's. En niet alleen gewoon puur zoet. Nou, voor de rest eigenlijk gewoon hazelnootpasta. Echt hazelnootpasta. Dat ruik je gewoon heel veel. En dat is op zich helemaal niks verkeerd mee. Ik ben niet de grootste fan van hazelnootpasta. Maar af en toe is het wel heel erg lekker. Moet je voor de lol gewoon eens een keer een hele warme pannenkoek met hazelnootpasta. Dat is toch zo bizar lekker. Dat is echt zo bizar lekker. Dat is echt zelfs ik die echt meer van het hartig is dan zoet, vind dat gewoon super lekker. Voor het eerst, denk ik wel 15 jaar geleden of zo, ontdekt in België, in Brussel. En sindsdien verkocht. Echt zo fijn.
Je krijgt ook inderdaad wel een beetje, als je weet wat maple syrup is, merk je wel dat het inderdaad een siropige zoetheid heeft. Een beetje een karamelrandje. Die maple syrup komt in zijn geur. Je merkt nog wel dat het maple syrup is. Maar voornamelijk krijg je gewoon weer zo'n extra niveau van zoetheid erdoor. Ik hoop dat er in de smaak echt een beetje die maple syrup zelf nog weer wat doorkomt. Want ik vind maple syrup heeft een wat andere zoetheid. Een wat meer natuurlijke zoetheid dan, net als bijvoorbeeld met honing. Wat meer natuurlijke zoetheid dan verwerkte suikers, maar nog steeds gewoon bekvol zoet natuurlijk. Ja, het doet me momenteel heel erg denken aan bieren van Servicium en dat soort dingen, weet je. Amundsen, dat soort heftige Imperial Pastry Stouts. Ik ben nu heel erg benieuwd hoe die proeft, hoe die smaakt. We gaan eens even kijken wat hij doet. Mensen, cheers, proost. Weet je nog dat ik zei dat hij in de neus echt wel een mooi geroosterd randje had nog? En echt een beetje een bittering in die neus nog. Niks daarvan in de smaak. Gewoon zoet. Echt zoet. Dit moet ik echt even verwerken nog. Hij is echt zo, zo, zo zoet. Ik moet echt even straks iets hartigs hebben. Het is richting etenstijd, dus gelukkig kan ik straks gaan koken, dat scheelt. Nog steeds hazelnoten, absoluut. Maar zoveel maple syrup. Dat is wel grappig. De geur heeft veel meer de hazelnoten. Dat chocolade... krijg je dat chocolade hazelnootpasta, krijg je absoluut in de smaak nog wel een beetje terug. Maar in de smaak is het ontzettend veel maple syrup, karamel, absoluut lactose. Dit gaat echt, mijn tandarts die is helemaal blij met me. Die heeft zoiets van, wauw, ik ga zoveel geld verdienen aan de gaatjes die jij hierna aan overhoudt. Maar gek genoeg, worth it. En misschien dat mijn buik nu net zo is dat ik zin heb in een heftige Imperial Pastry Stout, maar worth it. Bizar, intens. Maar wel lekker. Wel lekker. Dit is echt zo'n Imperial Pastry Stout dat ik eens een keer denk van... Oké. I can get behind this. Als je nou zo'n tweede slokje neemt en je raakt een beetje gewend aan de zoetheid... krijg je toch nog wel een klein beetje een lichte roasty toasty bitterheid in de finish met wederom een beetje van het hazelnoot. En het is niet zozeer, in de smaak is het eerste wat ik had een beetje dat hazelnoot chocolade pasta. In de geur ook wel, maar hier krijg ik toch echt gewoon hazelnoot. In de finish is wat er voornamelijk voorkomt gewoon geroosterde hazelnoten. En ik weet niet, waar ik woonde hadden we in de buurt wat hazelnoot struiken dingen. Dus dat was wel eens leuk. Kon ik af en toe ook wel eens echt verse hazelnoten. Best leuk. Proeft heel anders dan wat je gewend bent wanneer het uit een zakje komt. En toch krijg ik echt een beetje dat soort hazelnoten. Krijg ik hier een klein beetje terug. Het is gewoon echt in dat opzicht een hartstikke leuk lekker bier. Hij mist wel complexiteit. Laten we daar heel eerlijk in zijn. Dit is gewoon wanneer je bepaalde soorten chocola en dergelijke hebt. Goede kwaliteit. Het is hartstikke lekker. Weet je, als je van dat niet te pure... beetje goede kwaliteit melkchocolade. Ik ben niet zozeer van de melkchocolade. Ik hou meer van puur. Het moet minstens 50% zijn. Het liefst 70% of hoger. Maar af en toe heb je hoge kwaliteit melkchocolade. En dat is dan niet heel complex qua smaak. Maar wel lekker. En dat heb ik hier ook. Het is niet super complex. Het is niet een bier waarvan je bij elk slokje weer denkt... oh, ik ontdek wat nieuws. Maar hij is wel lekker. Ja, er is helemaal niks mis met gewoon lekker, toch? Hier met zijn alcoholpercentage en met zijn het is niet een bier dat uitnodigt om flinke slokken te nemen. Dus je neemt gewoon continu kleine nipjes. En het is een bier dat dan gewoon leuk is om ook gewoon echt een anderhalf of twee uur over te doen. Met zijn 440 milliliter. Of leuk om te delen met twee of drie mensen. En heel eerlijk...
Ik heb toevallig een tijdje geleden, ik weet niet eens, dat was ook niet in een review. Malt Garden. Hartstikke leuke Imperial Pastry Stout. Maar ook dat ik toch merkte met zo'n 50 centiliter, was echt een halve liter fles, dat ik toch dacht van, nou, dit is eigenlijk wel te heftig in één, voor één persoon. Over, ik moet toch wel eens wat meer leren dat ik dan een bier als dit koop en dat ik denk, nou, deze moest trouwens ook op hoor, want hij zit echt, hij had nog maar een paar dagen kunnen voor zijn THT. En dat vind ik met een crowler vind ik dat belangrijker dan met een blik van een canning line, daar hebben we net al over gehad. Deze moest gewoon op en ik kon hem niet laten liggen, want het is niet dat ik weet dat ik op korte termijn iemand over de vloer krijg die ik hiervan kan laten genieten. Dus ik ga deze gewoon in mijn eentje doen. Over het algemeen vind ik dus wel, als je een 4,40 hebt van 12% en een Imperial Pastry Stout, zou ik echt gaan delen met 2 of 3 mensen. Hartstikke leuk, als je zelfs met 4. Iedereen kan, leuk voor een bottle share, als je met z'n 4e bent of een can share, kun je iedereen 10 centiliter en je hebt wat te proeven en je hebt weer een leuke impressie. Dus daar zou ik een bier als dit toch wel wat meer voor doen. Maar het is gewoon fijn. Het is gewoon lekker en het is genieten. En dat ga ik zeker nog even doen. Cijfer, ik denk 4. Ik denk gewoon een solide 4 uit de 5. Misschien dat als die net iets verser was geweest uit de crowler, dat hij iets meer complexiteit had. Grappig genoeg krijg ik nou een beetje een nog wat fruitig karakter door. Nou ja, anyway, dat was een dikke solide 4 uit de 5 voor Hazelnut Dome van Rocking Ludina en Spartacus. Mocht je, ja, ik weet niet, ik denk tegen de tijd een review online komt, ik vraag me af of die nog goed te verkrijgen is. Misschien dat er ook wel weer een paar nieuwe blikken uit zijn met een betere THT. Check Beardome mocht je dus geïnteresseerd zijn. Wederom, dit was geen gesponsorde video of wat dan ook, deze heb ik gewoon gekocht en daarom gereviewd. Maar check it out. Vond je de video leuk? Klik op like. Vond je hem heel erg leuk? Klik op abonneer. Onderin de omschrijvingbox kun je, of onderin de omschrijvingbox vind je links naar al mijn social media en een link naar de Dutch Beer Collective. En de comments, laat eens wat achter. Ik ben gek op comments. Ik mag altijd graag kijken wat jullie allemaal te zeggen hebben over de bieren die ik review, hoe ik review, hoe belachelijk mijn haar zit in deze video. Want volgens sommige mensen hoor ik wel eens dat ik nodig naar de kapper moet. Ik ben mijn haar aan het laten groeien, want dat vind ik gewoon hartstikke leuk. En ik zie jullie allemaal bij een volgende review. Tot dan. Proost.